Welkom bij een nieuwe aflevering van Historie en Mythologie. Vandaag is het zover, Karsten. Ragnarök. Ragnarök. Het betekent zoiets als het lot van de heersende machten. Nou, dat klinkt wel echt als een heavy metal album. Wow. Wat weten we van Ragnarök? Het einde der tijden natuurlijk. Ja, ik weet dat er heel veel gevochten werd en dat heel veel goden dood gingen. Mm-hmm. En dat er ook heel veel andere wezens dood gingen. Maar dat uiteindelijk de lucht die werd in de fik gestoken of zo. En toen werd degene die als eerste dood ging, die werd weer tot leven. Ik weet het niet meer. Zoiets. Ja, het zijn ook een hoop namen. Moet ook zeggen, er zijn natuurlijk honderden versies van. En geen enkele versie is het originele. je kan natuurlijk zeggen, het is de eerste opgeschreven. Maar dit zijn natuurlijk verhalen die van mond tot mond worden verteld. En zo gaat het. En het verandert elke keer een klein beetje. En bedenk ook, we lezen een vertaling. Hè? Het is natuurlijk ooit opgeschreven in Oud-Noors. Dat is natuurlijk een beetje anders dan Nieuw-Noors. En het heeft volgens mij meer over te maken met IJslands. Heel verwarrend. Maar goed, Ragnarök. En eigenlijk is het zo, einde der tijden. En de goden weten dit. Ze weten dat het eraan komt. En ze hebben het er ook vaak over. Soms lijkt het ook net alsof ze al precies weten wat er gaat gebeuren. Gaat op die manier dood in Ragnarök. Dat weet je dan al. Dat is heel vreemd om dat te beseffen. Maar er zijn in ieder geval, in alle verhalen gaat het erom, er zijn drie elementen wat de start van Ragnarök aankondigt. Ten eerste de drie machtige wezens. De kinderen van Loki. Loki samen met Angerboda. Nou, Angerboda is een... Het betekent onheilbrengster. Het is een enorme rijpreus. Ik weet niet wat een rijpreus is. Maar een grote kwaadaardige heks kun je het ook wel zien. Pluk je die van een enorme boom of zo? Ja, precies. Ik denk dat een rijpreus echt weet je, een super oud, godachtig zoiets moet ik er me bij voorstellen. Hun eerste kind hadden we eigenlijk al vorige aflevering. De Jormungandr, de Midgardslang. De Jormungandr. Ik dacht van, nou, dit beest moet een supercoole origin hebben, toch? Nou ja, het is eigenlijk zo. Hij wordt geboren. En Odin heeft zoiets van, nee, dit is niet echt Asgard materiaal. Weg ermee. En die gooit hem gewoon de oceaan in. En daar groeit die slang groter en groter. Want hij heeft alle ruimte groter en groter, doordat hij zijn eigen staart kan happen. Dus hij is zo groot, hij is helemaal de hele wereld om. Ik denk ook van, ja, weet je, Odin, als je hem niet in de oceaan had gegooid, misschien was hij ook niet boos geworden. Maar goed, weet je. De tweede is de dochter Hel. Of Hela. Oh, maar Hela. Dit was ook een dochter inderdaad, hè, van, met die rijpreus en van Loki. Toen zij werd geboren, toen had Odin ook zoiets van, nee, is ook niet echt Asgard materiaal. Ze ziet eruit als een half rottend lijk, zeg maar. Dus dat is zoiets, nee, dat vinden we niet zo, nee. Oh, we hebben een baan voor je. Je kan naar Niflheim en Helheim en dan kun je daar gewoon de doden zo begeleiden. Oh nee, ze kreeg de Hades treatment. We hebben iemand nodig die dat doet. En we denken dat jij de perfecte kandidaat bent. Zo, daar zijn we vanaf. Ja, dus dat is met Hel. Ik heb niet het idee. Ja, ik weet niet. Dat heeft ze gewoon wel gedaan. Ze is dat ook werkelijk geworden. Dus nou ja, misschien vond ze het wel leuk. Misschien vond ze het niet zo leuk. Ik heb geen idee. Heersers van de onderwereld zijn altijd erg, erg dope en veel minder vervelend dan dat ze altijd in populaire media worden afgebeeld, of niet? Ja, het lijkt me best, altijd best oké. Okay. Dat brengt nog maar één beest en dat is Fenrir. Nou, Fenrir, die werd geboren en toen Odin daarna keek, dacht hij, oh, een puppy. Dat is zo schattig. Ja. Ik wil hem houden. Maar ze wisten, hè, de voorspellingen zeiden, Fenrir zou een enorm probleem worden. Een gigantisch, maar Odin zei, nah, kom nou, zo schattig puppy. Ik moet hem houden. Hij ontwikkelde zich tot een steeds groter en grotere wolf. Hè. Het was wel echt een wolf. Hij werd groter dan een gewone wolf. Ik weet niet precies hoe groot, maar denk maar flink groot. Ja. De god Tyr,
die zorgde voor hem. Die voedde hem altijd. En Tyr, die ken je misschien wel, want daar hebben we de dinsdag aan te danken. Ah, Tyrsdag. 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 Ja. Het is natuurlijk Thorsdag is donderdag. Tyrsdag is dinsdag. Hij is de god van gerechtigheid, eer, moed, wijsheid. Dat is een hele, hele nobele god. Hij verzorgde Fenrir dus en was eigenlijk de enige vriend van Fenrir. Want Fenrir begon toch wel een beetje vervelend te worden. Hij was een beetje, een beetje macho. Misschien ging een beetje puberen, laten we daar maar op houden. Nou, de goden die wilden van Fenrir af, maar ja, het was al een beetje te laat. Het beest was zo groot en sterk geworden, ze konden hem eigenlijk niet aan. Dus ze bedachten een plannetje. Ze hadden een ketting, een hele sterke ketting. En dan hadden ze iets van... Fenrir, we zouden deze ketting willen testen. Hè, dan gaan we je vastbinden en dan ga je kijken of je eruit kan komen. Hè? En als het niet lukt, dan maak je weer los. Maar natuurlijk lukt het wel, want jij bent vet sterk, toch, hè, Fenrir? Oh. En die wolf zat er. Hek, ja, ik kom er makkelijk uit. Dus ze binden hem helemaal vast, kettingen om hem heen. En hij ontsnapt er zo uit. Hup, klaar. Oeps. Oh, wat een roodstreek. Oké, dus hij is ontsnapt. We moeten iets sterker hebben dan kettingen. Dan gaan ze naar Nidavellir, waar de dwergen wonen. En die maken een touw. En dat is het supersterkste touw ever. En dat komt omdat het gemaakt is van bepaalde ingrediënten. Nou, hou je vast. Het touw is gemaakt van het geluid van voetstappen van een kat. De baard van een vrouw. De wortels van een berg. Berenzenuwen. De adem van een vis en spuug van een vogel. Holy shit. Ja. Dat klinkt als mijn ochtendadem. Zoiets. Het lijkt een soort heksendrank inderdaad. Wauw. Het maar, is echt wat je verwacht uit een Asterix en Obelix overdrankje. Wauw, inderdaad. Ja. Oh, ja, laten we het dat vandaan hebben. Ja. Maar goed, voetstappen van een kat, weet je. Ja, die hoor je natuurlijk niet. En het zijn allemaal dit soort, ja, onzin dingen. Maar daarvan is het gemaakt en dan maken ze echt het allersterkste touw ooit. Aha. En hiermee gaan ze dus weer naar Fenrir en zeggen... Hey Fenrir, weet je nog vorig jaar met die kettingen? Dat was vet grappig, toch? Dat was leuk, hè? We hebben nog zoiets. Zullen we nog een keer doen? En nu dan Fenrir... Oh, nee. Nou, ik weet niet. Ik vind het een beetje twijfelachtig worden, jongens. Oké, ik wil het best doen, maar... Eén van jullie die moet zijn hand in mijn mond steken. Dat als ik niet loskom... Dan bijt ik zijn hand eraf. Ja, dat is een, om te zorgen dat jullie zeker weten mij losmaken. Ja, oké, nee, dat durven we niet. Nee, misschien dan... Maar Tyr, die zegt... Oh, ja hoor, ik vind dat geen probleem. Ik weet niet of... Het mooiste vind ik als Tyr misschien niet weet dat ze Fenrir willen vastbinden. Maar het is gewoon denken dat... Oh, Tyr denkt... Oh, ik ben grote vrienden met mijn grote wolf. Dus hij steekt inderdaad zijn hand in de bek en ze beginnen Fenrir vast te binden. En op het moment dat hij helemaal vast zit en Fenrir gaat proberen los te komen, maar hij komt niet los. Want de touw is echt super, super sterk. Juist, hoe meer hij los probeert te komen, hoe strakker de touw begint te raken. Oh, ja. En hij zegt, oké, jongens, dit was leuk. Maak me maar weer los. Jongens? En Tyr staat er nog met hand in zijn mond en Fenrir bijt zijn hand eraf. Oh, nee. Jap. Maar ja, ze hebben Fenrir wel vastgebonden. En daarmee hopen ze natuurlijk om Ragnarök tegen te houden. Maar ja, je weet, Ragnarök komt eraan. Je kan het niet tegenhouden. Ja. Onvermijdelijk. Jap. Even kijken. Dus er zijn nog een paar dingen die aan deze mythe vastzitten. Fenrir zit vastgebonden met Gleipnir. Ja. Dus dat touw. En wat ze ook doen, ze stoppen een zwaard in zijn bek. En dat zwaard, dat zorgt ervoor dat die niet verder mensen kan bijten. Hè. Kan niet dichtbijten, want anders bijt hij op dat zwaard. En omdat zijn bek altijd open is, blijft hij maar kwijlen. En dat is waar de rivier Van vandaan komt. Oh. Dus er is blijkbaar een rivier ergens in Scandinavië. En dat is dus het kwijl van Fenrir. Hoe heette die rivier? De Van. Of Vaan. Oh, de Van. Mm-hmm. Het betekent de rivier de hoop.
Dat is ook wel een mooie naam voor hondenkwijl. Maar goed. Ja. Nou ja, de beesten kunnen er niks aan doen. Nee, dat is zo. Goed, dit waren de drie kinderen van Loki. En die zijn allemaal geboren. Dus daarmee is punt 1 van de Ragnarok. Nu punt 2, de dood van Balder. Oh, ja. Nee. De dood van Balder. Ja, wie is Balder? Balder is fantastisch. Balder is echt... is de knapste god ter wereld. Hij is zo aardig. Hij is ook nobel. Hij is vooral heel eerlijk. Altijd super eerlijk. Mm-hmm. Hè? Als je hem iets vraagt, is hij altijd eerlijk antwoord geven. Balder, die woont in het paleis Breitenblik. En dat betekent zoiets als breed glans. Prachtig, glanzend paleis. En het is een magisch paleis en daar komen geen leugens binnen. Het kan gewoon niet. Leugens kunnen niet naar binnen. Dus je kan er ook niet liegen naar binnen. Alles is daar goud eerlijk. Balder kreeg nachtmerries van zijn ondergang. En ja, ze weten natuurlijk zeker dat dit echt is. Want ja, er kunnen geen leugens naar binnen in het paleis. Hè? Dus die dromen die moeten wel waarheid zijn. Nou, Odin die vertrouwt het niet. En die gaat dus vermomd, altijd vermomd, naar de onderwereld. En gaat daar praten in Helheim. Met de Nornen, de lotsgodinnen. Zij weven het lot. Dus zijn, ja, je kent ze misschien wel van de Hercules film. Er zitten ook drie van die. In de Griekse mythologie heb je dat ook. Mm. Maar hij komt daar en ze zijn een feestje aan het organiseren. Want Balder komt er zo meteen aan. In de onderwereld. Oh nee. Dus hij zegt zo van, oh, wat is dit voor feestje? Ja, feestje voor Balder. Oh, Balder is zo knap en zo leuk en zo eerlijk. Ja, hij gaat zo meteen dood inderdaad. Ja, heel vervelend. Maar goed. Oh mijn god. Dus Odin komt terug en zegt, ja, sorry hoor, het is echt, Balder gaat dood, we kunnen er niks aan doen. En Freya zegt, ik ga er alles aan doen. Freya is natuurlijk de moeder, hè, samen met Odin, is de moeder van Balder. Ja. Dus die wil haar zoon wel beschermen. Dus ze heeft een idee, ze gaat aan iedereen vragen of ze Balder geen pijn willen doen. Of ze hem niet zullen kwetsen. Iedereen. Karsten, wil je mij beloven dat je Balder niks gaat aandoen? Ik ga Balder niks aandoen. Oké, super. Even kijken. Zwaard, wil je beloven dat je Balder niks gaat aandoen? Kling. Ja, doe ik niet. En Steen? Steen, wil je het ook beloven? Oké. Ze gaat de hele wereld rond en laat iedereen beloven dat ze Balder niks zullen aandoen. Ja. Nou, daarmee opgelost. Hij kan niet meer dood. Ja, dat... Het is maar zelfs een beetje Nee, dus echt niet. Want ze gaan met zwaarden gooien ze op hem en... petst allemaal van hem af, niks aan de hand. Pijlenboog. Niks aan de hand, het is echt super. Alle dieren, bomen, wat dan ook. Niks kan er meer pijn doen. Maar ja, Loki die is er klaar mee. Hij vermomt zich als een oud vrouwtje en vraagt aan Freya zo van... Hey, wat leuk van je zoon dat hij nu onsterfelijk is. Hè? Want goden zijn normaal niet onsterfelijk in de Noorse mythologie. Wat gaaf dat hij onsterfelijk is. En hoe heb je dat gedaan? Oh ja, ik heb met iedereen gepraat. Oh, met iedereen? Echt iedereen? Ja, ik heb niet met de marentak gepraat. Oh, en de mistletoe. Mm-hmm. Nee, de marentak leek me een beetje overbodig. Uh-oh. Dus Loki die maakt van een marentak een pijl. En ze zijn weer bezig en nog steeds zijn ze bezig. Aha, wat leuk. Ik gooi mijn zwaard op hem. Ik gooi mijn hamer wel op hem. Oh, gebeurt helemaal niks. Oh, fantastisch. Lijkt me een ontzettend leuk feestje dit. Ja. En, Loki die gaat naar Hoth toe. Ja, en Hoth, dat is de broer van Balder, maar die is blind. Dus die ziet helemaal niks. Die weet niet wat er aan de hand is. En die krijgt dus van Loki zo van, hey, doe eens mee. Ik zal je wel helpen. Dan, want je kan niet meedoen met dit gooien. Dat is toch wel zielig. Ja, want je kan hem niet zien, dus je weet niet waar die staat. Ik zal je wel zeggen waar die staat. En dan heb je hier heb je een pijl. Dan kun je hem zo schieten. Of soms zeggen ze dat hij een speer van maakt. En dan kun je hem gooien. Dus Hoth denkt, oh tof, weet je wel, dit spel. Dat is een fantastisch ding op Balder gooien. Het is leuk. En Hoth, die gooit of schiet zijn pijl. En ja, hij doorklieft Balder. Oh nee. Yep. Moors dood. Meteen, hij wordt natuurlijk wild gekeken. Thor ziet natuurlijk meteen, oh, Loki staat achter Hoth. Dit is duidelijk, Loki's onzin. Dus het is duidelijk, Loki zat hierachter en die wordt verbannen uit Asgard. Om Balder tot leven te wekken, zou de hele wereld moeten huilen.
echt de hele wereld, iedereen. Dus je zou bijna zeggen, moet iedereen vragen. Kun je alsjeblieft huilen? Ja, ook de stenen gaan weer huilen. Ja, Loki die kan het niet maken om niet te huilen. Hè? Want hij is natuurlijk wel een van de goden, maar ze zouden natuurlijk ook gewoon echt kunnen lynchen. Hij is nu alleen maar verbannen. Hij kan het niet erger maken dan het al is. Dus hij vermomt zich als een reus en is daarmee de enige reus die niet huilt, blijkbaar. Hm. En daarmee kan Balder niet meer tot leven worden gewekt. Nee. Ja. Maar Thor weet het nu zeker. Dit was allemaal Loki's plan. En hij is er helemaal klaar voor. Hij spoort Loki op. Heimdall helpt hem daarmee. Die kan natuurlijk alles zien en alles weten van tevoren. Heimdall die kan in de toekomst kijken. Deels. Oh. Ik weet niet waarom hij dat niet vaker doet dan, maar hij kan in ieder geval dingen in de toekomst zien. En hij ziet dus ook waar Loki is en dat hij op de vlucht slaat. Dus Thor komt binnen, waar hij dan ook verstopt zit. En Loki verandert zich in een salm. En hij wil daarmee wegzwemmen. En hij is zo in paniek dat hij de verkeerde kant op zwemt. En hij zwemt zo een waterval op. Dus dat is waarom salm altijd omhoog zwemt. Omdat ze blijkbaar te vlucht zijn voor Thor of zo. Ja. Maar Thor is natuurlijk veel te snel. Die grijpt hem aan zijn staart. En dat is waarom een zalm zo'n dun staartje heeft. Omdat Thor hem heeft gepakt. Ja, precies. En ze sluit hem op in een grot. En dat is best wel heftig. Die grot, daar binden ze hem vast aan een steen. Ja. En ze hebben een slang. En die heeft giftige tanden. Die druppelt dus vanaf zijn tanden zo bovenop Loki. Dus Loki die krijgt elke keer, en dat is zijn water torture, zijn marteling. Elke keer druppelt er een stukje gif op hem. En ze het zeggen, is opeens een stuk Griekse. Ja, echt een joutje. Elke keer als een druppeltje op hem valt, schreeuwt hij het uit. En dat is waar de aardbevingen vandaan komen. Oh. Ja. Ai, ai, ai. Ja, heftig. Mm-hmm. Ja, er zit in sommige versies is de andere vrouw van Loki, Sigyn, of Sigyn, die vangt met een bakje het gif op. En elke keer als het bakje moet legen, dan druppelt het toch op hem. En dat is waarom er, ja, want anders zou wel heel vaak aardbevingen zijn. Mm. Dus dat is dan hoe dat zit. Goed, dat was dus punt 2, de dood van Balder en de binding of Loki, het vastbinden van Loki. Dus 1 waren de 3 wezens van Loki, nu de dood van Balder en dan eigenlijk het allerlaatste. Fimbulfetr, de winter der winters, slepende winter. Hoe zit dat? Nou, je hebt de zon en de maan. Die waren een beetje lui. He, ze bleven vaak hangen en ze waren ook vaak met elkaar aan het praten. Dus het was gewoon niet zo handig. Er was geen touw aan vast te knopen wanneer het nou dag en nacht werd. Ja, soms was het gewoon heel lang dag en op een gegeven moment was de zon weer weg. En dan waren ze misschien weer aan het praten en het duurt heel lang. Nou. Mm. Dus de kinderen van Fenrir, Skoll en Hati, dat waren dus de 2 wolvenkindjes van Fenrir. En die zijn dus in de hemel geplaatst, zodat ze de Sol en Mani, de zon en de maan, zouden opjagen. En dat is dus waarom de zon en de maan altijd blijven reizen in onze hemel. Ze worden opgejaagd door 2 herderzonden, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Nu Fenrir vastzit, zijn die 2 wolven extra boos. En eigenlijk wisten ze altijd al dat die wolven ooit de zon en de maan zouden vangen. Maar nu zijn ze extra gemotiveerd. Ze zijn helemaal klaar ermee. Omdat ze Fenrir hebben gevangen. En ze zetten het op een sprinten. En ze eten de zon en de maan op. En daardoor een eeuwige duisternis. De winter der winters. Fimbulwetter. Fimbulwetter. Ja, het klinkt bijna als Fimbulweer. Wat hebben ze toch coole namen. Ja, gaaf. Ik denk dat ik ze allemaal verkeerd uitspreek. Sorry daarvoor. Daar ga ik vanuit. Echt, hè? Excuses aanvaard, maar... Precies. Door die duisternis wist Loki ook te ontsnappen. En hij vluchtte naar Helheim, naar zijn dochter Hel. Helheim zit vol met mensen die een onwaardige dood hebben gestorven. En die zijn allemaal
zitten ze ja, in een soort vage vuur, kun je het wel noemen. Helle is daar natuurlijk de gatekeeper, zeg maar. Maar ze heeft ook een hond. Garmr. En dat is de helle hond van Helheim. Samen met Loki gaan Hela en Garmr gaan denk ik ook mee. Is wel cool. Die gaan dus met z'n allen naar... met het ondode leger gaan ze dus ten strijde. Tegelijkertijd gaan de Frostgrim... Die hebben natuurlijk nu ook de gang, hè, want ze zijn ijsgoden. Die kunnen nu juist uit hun wereld en kunnen naar Midgard toe. Want het is daar niet meer zo warm. Mm. Ze varen op Naglfar. Nou, Naglfar, dat is nagelvaar. Het is een boot gemaakt van nagels. Oh. Jouwtje. Dus de Frostgrim... Ja, wat mensennagels. Gewoon verzamelde, verzamelde mensennagels. Jekkes, ja. Ik weet ook niet hoe dat vaart, maar goed. Zou dat niet zinken? Misschien niet. Probeer het thuis vooral uit. Ik denk dat iedereen aan het nagelbijten is. Dan ja, nee. Dus dat zijn de Frostgrim of de IJsseljotten. IJsseljotten. Er is alleen één probleem. Ze komen eigenlijk Midgard niet in. Want het is dicht. Oh. En de wortels zitten ervoor. De wortels van Yggdrasil, de boom, die zitten ervoor. Maar we hebben de Nidhoggr. Dat is de draak van de boom. Hè? Die draak van de negen werelden. En die knaagt aan de wortels. En zo kunnen de Frostgrim hun weg maken naar Midgard. Mm. Tegelijkertijd... is Jormungandr, die is woest. De grote Midgardslang. Die maakt hevige golven. En daarmee komen ze alleen maar nog sneller binnen. He, ze worden met de golven meegevoerd naar Midgard. En ook het leger van Muspelheim trok ten strijde. En Muspelheim, dat is natuurlijk die lavawereld waar het over gehad hadden. Ja. Muspelheim zit vol met lavamonsters, denk ik dan maar. Maar het allerbelangrijkste is Surtr. Surtr, dat is de enorme... Ja, de vuurdemon met vlammend zwaard. Dus zij vielen Asgard als eerste aan. Dat is waar ze heen gingen. En ze verbranden daarbij ook de sterrenhemel. Dus alles wordt meteen afgebrand. Maar Asgard die heeft natuurlijk die enorme muur. Dus ze kunnen er nog niet in. Het is, ja, die muur is toch al erg sterk. Dus, hij werkt. Ja, hij werkt. Ja, ja. Oh, callback. Ja. Dus ze proberen Asgard aan te vallen, maar het lukt niet. En wat de goden doen, die maken de Bifrost Bridge maken ze stuk. En zo storten ze naar Midgard toe. Dus al die vuurdemonen vallen nu naar Midgard. Maar goed, de goden denken ook van, ja, dit, we kunnen natuurlijk niet laf blijven in Asgard. Dit kan niet. We kunnen ook niet alle mensen hiermee opzadelen. Het is tijd. De Ragnarok begint. Oh, de mensen moesten ook vechten. Wauw. Ik weet niet. Ik denk dat de mensen alleen maar aan het branden en vluchten zijn. Ja, ik denk het ook, ja. Maar goed, misschien worden een paar vikingen opgeroepen. Ik weet het niet. We gaan vechten tegen die enorme grote ijs. Doei. Speer. Verbrand. Oké. Oké, Heimdall. Ook wel Hallaskindi in het Noors. Hallaskindi. Klinkt ook wel mooi. Hallaskindi. Wij kennen hem voornamelijk als Heimdall. Hij heeft de toeter, de Gjallarhorn. En daarmee toetert hij alle helden op om zich naar de Vigrid-vlakte te begeven. De Vigrid-vlakte, dat is gewoon, daar gaan we de battle doen. Ja, ik bedoel, ik weet niet waarom, maar... Dat is de uitgekozen plek. Daar gaan we met z'n allen strijden. Dus hij blaast op zijn hoorn. Alle helden van Valhalla worden daarmee ook opgeroepen. Als je stierf, dan ging je natuurlijk naar Valhalla. Als je in ieder geval een nobele strijder was en een eervolle dood had gestorven. Dan kwam je in Valhalla terecht en daar wachtte je dan op de Ragnarok. Nou, het is zover. Ragnarok. Mm. Op het moment dat die hoorn ook wordt geblazen, hoort Fenrir dit en hij breekt los, want hij weet het. Het is tijd. Ragnarok. Battle. Odin... Hij kon toch loskomen. Oh, hel ja. Maar nu had hij extra motivatie. Ik weet ook niet. Ja, ik kon niks vinden of iemand hem bevrijd had. Misschien is dat... Maar
Ik Dit denk. was anime voordat anime bestond. Jeetje mina. Ik kon niks vinden. Niemand zei hoe hij los was gekomen. Hij was gewoon. Hij was gewoon boos. Let's get it. Ja, en waarom dan niet eerder? Waarom niet later? Nee, dit was het moment. Hij hoorde de hoorn en let's go. Odin komt aangevlogen op Sleipnir met Gungir. Gungir is zijn speer, hè, daar hadden we het over. Zijn epische speer. Als je Ger of Gerard heet, dan ben je dus een speerman. Hè? Gungir, speer. Neer is... Even er tussendoor. German is ook speerman. Oh dus mijn god, dus de Germanen waren gewoon speerman. Ja, speermannen. Oh ja. My gosh. Oké, sorry. Mythologie moet liggen, jij bent... Nou ja, een Ger, dat is blijkbaar gewoon een speer. Ja, zijn ding heet dus een Gungir. Ja. Odin vliegt voorop natuurlijk, hè, want hij is super cool. Hij heeft al zijn battles gewonnen, zeiden we al. Hij is echt niet te laf om voorop te gaan. En duizenden strijders trekken uit de poort van Valhalla en komen naar de Vigrid vlakte. Oké, Thor mapt links, rechts, allerlei jotems dood. Hup, die dood. Dan heb je de reuze Augormir, of Ymir natuurlijk, de ijsreuzen. Die komen ook het gevecht in, die worden ook allemaal afgeslacht. En hij mept die enorme reus, mept die dood. Dan heb je Freyr. We hebben het nog nooit gehad over Freyr of Freyr. Dat is de broer van Freya. Of Frigg. Oh! Nou, ik dacht al, is dat Freya, maar Freyr is zijn eigen persoon. Ja, het zijn broer en zus. Lekker handig als je, als je Peter en Petra heet, zeg maar. Ja. Ja. Karsten en Kirsten. Zoiets. Freyr had ik weinig verhalen over. Maar wat wel heel cool is, hij vliegt op Gullinbusti. En dat is zijn goudhaardige zwijn. Cool. En Freyr denkt, dit is mijn moment. Ik ga supercool worden. Ik ga vechten met Surtr, de vuurreus. Maar Surtr, die is te sterk. En die mept hem uit de lucht. En die steekt Freyr dood. Daarmee is de eerste casualty. De eerste dode van Ragnarok. Dit belooft weinig goeds. Tyr, onze lieve wolvenvriend, die moet vechten met de helhond Garmr. Garmr, die is natuurlijk ook een enorme hond. Ik weet niet, misschien is het ook een wolf. Ik zie het liever als een soort hond. Een soort pitbullachtig beest. En die slag natuurlijk links en rechts beesten af. En mensen af. En goden af. Maar Tyr komt eraan. Die zegt, ik heb ervaring met honden. Garmr slokt Tyr op. Maar dit was zijn plannetje. Want vanuit binnenuit weet hij hem in zijn hart te steken. En daarmee heeft hij zichzelf opgeofferd voor de rest van de goden. Jap, dat is wel bruut. Ja, misschien had hij supersterke vacht, ik weet het niet. En was dat de reden waarom hij van binnenuit moest. Maar dan, enter Jormungandr. Daar komt hij, de Midgard slaan. Oké, hij heeft dus blijkbaar gif. Dus hij vergiftigt de hele boer. En iedereen begint langzaam te sterven, want ja, niemand is onsterfelijk. En dat gif is wel echt, ik bedoel, een gigantische slang natuurlijk. Enter Thor. Oh yeah, slang. Ik heb nog een appeltje met je te schillen. Kom maar hier. Vorige keer ben je hem ontsnapt. De vorige keer ben je hem ontsnapt. Maar deze keer niet. Epische battle. Mept hem voor zijn hoofd. Maar de slang is echt te sterk en wikkelt hem in. Maar Thor weet eruit te ontsnappen. En hij mept hem tegen de grond. En daarmee mept hij hem knock-out. En Thor komt heel cool aangelopen. Oh yeah, dit is mijn moment. Even iedereen, even poseren voor alle foto's. Ik ga deze slang doodmappen. Hij ligt hier, roekeloos, wezenloos, helemaal knock-out. Hij tilt zijn hamer op en hij mept hem neer. Maar daarmee komt al het gif ook in één keer vrij. En Thor vergiftigt zichzelf. Hij snakt naar adem en... Thor overlijdt. Wow. Zo hij is dus wel heel impressive. Zeker. Hij was de enige die hem kon verslaan. Het is hem gelukt nog ook. Hij had alleen even zijn adem in moeten houden, denk ik. Ja,
Nou ja, dan hadden ze wel weer een Oh ja, ander iets misschien gewoon. bijt het Oh, hij wel. kwam in zijn oog. Ja, misschien inderdaad, misschien bijt het wel door zijn huid heen, misschien wat dan ook. Ja, precies. Oké, blijven weinig mensen over zo. Maar, enter Fenrir. En hij Oh. is pissig, vooral pissig op Odin. Ik kan hier wel een epische battle van maken, maar eigenlijk wordt Odin gewoon opgegeten. Aha. Odin, Wauw. met zijn speer, ching ching, maar laat bijten die speer door midden. Wam! En Fenrir roept, Odin, ik zal je vermoorden. Odin denkt, nooit. En maar een wordt van zijn paard gemept, wap! En belandt zo in de mond van Fenrir. En zo is Odin dood. Ja, Oké. wie dan? Vidar. Oeh. Wie is Vidar? Geen idee. Vidar is gewoon een van de goden. Laten we daar maar even op houden. Ik zie niet echt of hij connecties heeft met anderen. Enter Vidar. Vidar, Oh. die was voorbereid. Hij wist dat Fenrir superscherpe tanden had. Maar Oh. hij had schoenen laten maken. Hele speciale Oh, schoenen. nee. Oh, ja. En die schoenen zijn gemaakt van alle overgebleven stukjes leer. Kijk, als je een leren harnas maakt of een leren schoen, dan moet je het altijd natuurlijk uitknippen. En al die stukjes Ja. die over waren gebleven, die had hij verzameld en daar had hij schoenen van gemaakt. Yeah. Dus hij laat Fenrir, laat hem happen, maar hij stikt zijn voet zo, hup, in zijn bek. En Oh. grijpt zijn tanden, zijn bovenkaak en hij duwt hem omhoog. En Fenrir denkt, nee, dit gaat me niet gebeuren. Hij bijt nog harder, maar Vidar duwt omhoog en krk, breekt zijn kaak. En daarmee Oh, vermoordt hij nice. Fenrir. Hell yeah. Brutality. Fatality. Fatality. Super Damn. Mortal Kombat hier. Ik vind het echt grappig hoe het van vette actiefilm naar Eldritch Horror naar vette actiefilm gaat in the span of a few seconds. Holy Oh, crap. zeker weten. Het is verschrikkelijk. Oh, wat cool. Loki vindt het allemaal fantastisch. Vindt het heerlijk. Hij zegt, ah, het is toch geweldig dit. Maar Heimdall kwam er een stokje voor steken. Heimdall wilde wraak. Voor iedereen. Het is Ja. wel echt wel even serieus allemaal Loki's schuld, hè? De dood van Baldur. Ja, De drie kids. het is gewoon niet eens grappig. In de voorgaande dingen dacht ik van, oh, Loki is best wel grappig. Nu dacht ik van, wat een enorme eikel is het. Ja, er Het schijnt is echt. een beetje een ding te zijn tussen oude mythologie en nieuwe mythologie. Dat bij de oude mythologie Oh. was Loki eigenlijk wel oké, maar door het christendom is Loki een beetje veranderd. Oh, Dat ja. lijkt er wel op. Dit is echt een totaal andere Loki dan onze Loki. En die was al een beetje zo van, nou, we kunnen wel een spelletje spelen met hem, maar waarom zou die zo wraak nemen? Ja, gewoon omdat het mythologie is, maar. Oké, Heimdall en Loki. Epische battle. Ze zijn aan elkaar gewaagd. Ze proberen steeds, maar ze. Oh. Ja, zeker. Het lukt maar niet. Het is natuurlijk omdat Loki is een fantastische vechter. Maar Heimdall, die kan ook in de toekomst kijken. Dus hij kan alles voorspellen. Dus op die manier lukt het maar Wow. niet. Ja, elke keer als hij een aanval doet, weet hij te ontwijken. Maar ja, elke keer als hij ontwijkt, dan weet Loki ook weer aan te vallen. Want Loki is gewoon zo goed. Dan kijkt Heimdall in de toekomst. En hij ziet wat hij moet doen. Hij laat zijn guard een beetje zakken zo. En hij nodigt Loki uit. Dat Loki denkt, oeh, hij heeft een zwakte. En hij valt aan. En hij reflecteert. En wap, steekt Loki dood. Maar ja, Oh, nice. hij moest zichzelf opofferen. Loki heeft hem ook geraakt. Oh. Alweer, allebei dood. Oh, Jap. Nu blijft er eigenlijk weinig over. Behalve Soeter. De wereld brandt. Deze enorme vuurdemon neemt alles over. Zelfs Asgard is nu totaal in vlammen. De oceaan stijgt nog wow. steeds. En een grote overstroming spoelt alles weg. En zo denk ik ook alle reuzen en Soeter blijkbaar ook, want die wordt door niemand verslagen. Het is de vloed, hè? De zondevloed die we in heel veel verhalen kennen. En toen het water weer ging zakken, kwam er een nieuwe zon op. Nou, wie dit was, is dan misschien kindje van of wat dan ook.
Geen idee. Maak er een leuk verhaaltje van. En de boom, die Yggdrasilboom, daar hadden de goden 2 mensen in verstopt. Oh. Ja, Lif en Liftrasir. Ah. En dat is eigenlijk gewoon leven en levensliefde. Ja, Lif, dat is het vrouwtje. En Life's Lover, Liftrasir, is het mannetje. En zij gaan de hele wereld herpopuleren. In, het heet ook niet meer Midgard, het heet vanaf nu Idavollr. Oh, ja. Idavollr. En dat betekent? Ja, Spender Plain. De prachtige weide. Met de eeuwige jachtvelden. Ja, ik weet niet. Een hele mooie, de mooie nieuwe wereld. Laat daar maar op houden. Het klinkt alsof het ook een beetje is beïnvloed door het christendom, zoals we eerder zeiden. Ja, dat zou ik denk een beetje zo mee praten. Ja, of dit eerder was of dat weer later is. Ja, ja. Ik denk inderdaad dat het toch beïnvloed is daardoor. In deze nieuwe wereld zijn er geen goden meer, maar er zijn wel een paar goden die het hebben overleefd. Vidard heeft het overleefd. Oh, Vidar! Ja, toch, Vidar heeft het overleefd. Hij heeft natuurlijk gewoon Fenrir's kaak gebroken. En ja, daarna is hij gewoon verder gaan battelen. Heeft hij overleefd, blijkbaar. Met zijn Nike's. Ja, met zijn prachtige. Ik zie echt een hele lelijke soort enorme leerklompen om zijn voeten. Ik weet het niet. Bam! Weg! Tja, ik weet niet hoe die nog kan lopen op dingen waar je niet doorheen kan snijden. Ja, die kregen zeker ook een vet coole naam, zoals de Fenrir Slayer. Ja, inderdaad. Ja, ja. Dus Vidar leeft nog. Vali leeft nog. Nou, Vali is de broer van Vidar, denk ik zo. Dan hebben we Magni en Moti. Nou, daar weten we niks van, maar ze heten Wraak en de Machtige. Dus die hebben het overleefd. Ik denk dat je daar een soort metafoor in zou kunnen zien, dat Wraak het heeft overleefd en Macht heeft Ragnarok overleefd. En wat ik het allerleukst vind, Balder en Hoth hebben het overleefd. Nice! Ja, Hoth was natuurlijk die blinde dude, de broer van Balder. En Balder die is terug, ik weet het niet, hij leeft weer. Iedereen ging nog even huilen tijdens Ragnarök. Ja, precies. Oh ja, wacht, nu hoeven maar 2 mensen te huilen. Dat is veel makkelijker. Oh ja! Ja! Alles is dood. Ja. Oh nee! Nee, er zal vast wel een reden zijn waarom Balder terugkomt. Ik had ook iets gelezen over een voorspelling. Dat inderdaad dat die pas zou kunnen terugkeren naar Ragnarok of zoiets. Ik zeg nu trouwens dat deze 6 het hebben overleefd. Hè, de 6 goden met dan de 2 mensen, de Adam en Eva, zeg maar. Maar je kan ook wel andere varianten vinden hiervan, hoor. Dus, het gaat er meer om dat die oude goden, die zijn nu weg. En die zijn weggespoeld. Ja. En het is meer dat de nieuwe generatie, die pakt het weer op. Dat vind ik ergens wel een mooie boodschap. En dat is natuurlijk ook de reden waarom alle beesten en draken en zo niet meer bestaan. Want die zijn allemaal weggespoeld. Ja, maar vroeger bestonden ze wel. Maar dat komt door de zondevloed, dus dat is allemaal weggevaagd. Dus dat was de Ragnarök. Wauw. Dit was echt een epische reis, Peter. Jeetje, wat een afschuwelijk bloedige strijd. Ja, en ik vind het wel gaaf dat het zo lekker grafisch is. Ik bedoel, sommige dingen heb ik een beetje wijverzonnen. En je kan ook, Neil Gaiman heeft een prachtig boek geschreven die ook meer erover vertelt. Maar ja, het is allemaal bedacht natuurlijk wat er natuurlijk in de originele scripten staat. Dus ja, hij doet dit en dat was het. Ja, maar ja, toch staat er inderdaad dat hij zijn kaak breekt. Dat soort heftige dingen al. Dat is toch wel heel gaaf. Nice. Fatality. Oh. Ja. Oh, ja, en wat leer je dan van zo'n verhaal? Ja, dat... Je kan er niet iedereen gaat dood. Iedereen mag opnieuw beginnen. Ja, er komt altijd wel wat nieuws inderdaad. Ja. Ja. Ja, dat is een mooi einde. Ja.
Goed, dat was Ragnarök. En daarmee laten we even de Noorse mythologie achter ons. Gaan we misschien naar andere mythologieën toe. Wie weet dat we ooit weer eens wat oppikken. Want er zijn best nog wel wat verhaaltjes tussendoor te vertellen hoor. Genoeg verhalen van Thor die nog op avontuur gaat. Ik laat me verrassen, Peter. Want ja, wauw man. Dit was echt een heel goed verhaal. Ja, top. Was weer gezellig. We zien jullie de volgende aflevering weer. Hè. Ciao. Doeg.